Overwatch zitten standaard al 21 heroes en later dit jaar komen er nog enkele bij. Wij van Inside Gamer gaan vandaag samen met Romano Molenaar ons ultieme Overwatch character ontwikkelen. Daarna sturen we die op naar Blizzard en dan maar hopen dat zij deze hero ook gaan gebruiken in hun game. En als iemand dit kan ontwerpen, dan is het Romano Molenaar wel. Hij is vooral bekend om zijn tekenwerk voor de stripreeks Storm. Maar ook werkte hij voor Marvel Comics en gaf hij vorm aan Jérôme en andere comichelden. En vandaag laat hij zijn creativiteit los op het designen van onze ultieme Overwatch hero. En hier is hij dan, Romano Molenaar. Hij gaat voor ons de ultieme Overwatch character ontwikkelen. Romano, we hebben hier McCree. Wat gaan we van hem gebruiken? Nou, McCree is denk ik van alle karakters de meeste, het karakter met het meeste karakter. Ja. Hij heeft natuurlijk de bakken bij, hij heeft een sigaar, dus een soort Wolverine, Clint Eastwood-achtig type. Ja. Die gaan we in essentie in ons karakter stoppen. Ja, dus een beetje het stoere, ja. Iedereen is een beetje bang van het karakter. Ja, ruwe bons, ja. Blanke pit. Ja. Ik denk dat dat een goede basis is voor ons karakter. Oké, top. Die gebruiken we. Dan natuurlijk hebben we onze King Kong van Overwatch. Winston. Een superslimme gorilla in een hypersonisch pak. Dat is Winston. Dat wil zeggen dat hij zo sterk is als een... gorilla. Maak Winston maar niet pissig, want als hij zijn Primal Rage ontketent, ben je de lul. Wat gaan we van Winston gebruiken? Van Winston is het is een beetje een tank, een beetje grote... character, maar hij heeft heel veel verstand van tech. Ja. En ik denk dat we zijn uiterlijk van tech gaan we toepassen op ons karakter. Dus, okay. Aan de ene kant heb je dan de ruwe bolster, blanke pit, gevormd in een stukje tech. Voor de volgende moeten we ons een klein beetje bukken, want dat is die kleine kabouter hier, Torbjörn. Staat er een kanon in de buurt, dan is de kans groot dat Torbjörn ook niet ver weg is. Want deze dwerg ramt erop los met zijn hamer en maakt de boel zo een stuk veiliger voor je team. Daarnaast zorgt hij ook nog eens voor extra armor en knalt hij met zijn goed geoliede gun de tegenstander in bosjes naar de grootjes. Er is iets heel belangrijk aan Torbjörn. Hij is klein, maar Klopt. Hij heeft één heel belangrijke ability. Klopt. Ik denk dat het voor een karakter erg interessant is om zeg maar asymmetrisch te maken. Ja. Dus aan de ene kant heeft hij een gewone arm, aan de andere kant een mechanische arm. Ik denk dat het bij ons karakter ook erg voordelig is voor hem om dat ook te hebben. Ja. Ook aangezien hij dadelijk ook nog wat meer extra wapens gaat krijgen. Ja. Dus dat is een asset die we van hem mee gaan nemen. Romano, wat gaan we van Widowmaker meenemen? Voor Widowmaker gaan we haar abilities om mines af te schieten gaan we gebruiken. Want ons karakter heeft een mechanische arm en die kan heel veel. Ja. Waaronder pakken we van haar dus haar abilities om daarmee dingen af te schieten. Ja. En die gaan we dan implementeren in zijn arm straks. Dus dat gaat goed komen. En dan als laatste hebben we onze sexy Tracer. Bereid je maar voor op flitsende gameplay. Want Tracer flitst door de map. Ze heeft namelijk de mogelijkheid om naar voren te teleporteren. Zodat ze nu hier staat en nou weer daar. Alsof dat nog niet genoeg is, kan ze terug in de tijd en heeft ze niet één, maar twee pistolen om je het leven zuur te maken. Nee, deze wil je echt niet tegenkomen. Onze laatste character is Tracer. Wat gaan we van haar gebruiken? Van Tracer gaan we gebruiken haar agility. Ze is niet zo groot en ik denk dat ons karakter vanwege zijn mechanische arm anders te groot gaat worden. Dus het karakter wat wij gaan maken wordt agile. Ja. Snel, maar wel zwaar, maar wel de snelheid die zij laat zien in het spel gaan we ook gebruiken om hem heel erg actief te maken. Oké, ik denk dat we een perfect character kunnen samenstellen, dus laten we eraan beginnen. Oké, Romano, waar gaan we beginnen? We gaan beginnen bij het hoofd, ja. Want daar zit het karakter in, ja. Hè? En dat is mooi om dat daar nou uit te gaan bouwen, ja. Verder naar beneden toe. Oké. Okay. Heb je jezelf leren tekenen? Ik heb mezelf leren tekenen, ja. Ja, ja. Op mijn derde geloof ik was ik al bezig met tekenen en wel gestimuleerd. Dus het moet wel, ik denk, vanuit jezelf komen. Hè? Dat is met alles zo, denk ik. We zijn nu bij de... Ben ik met zijn arm bezig en dat is natuurlijk hetgene wat Winston ook heeft, ja. De tech en wat Torbjörn ook heeft, zeg maar de asymmetrische kant. Ja. Wat we ons karakter gaan geven is dat hij zeg maar kan wisselen van wapens op de arm. Ik denk dat hij zo klein is om niet goed te gaan worden. We gaan beginnen. Ik denk dat we met de huid gaan beginnen.
even kijken, we gebruiken wat lichtere tinten, omdat Blizzard doorgaans ook hele heldere kleuren gebruikt. Hè. Het loopt nooit echt helemaal naar diep zwart toe. En dat houdt het geheel wat cartoonier, wat levendiger. Denken, designen, brainstormen en tekenen is het moment aangebroken. Romano, het is aan jou. Tadaa, dit is ze. En de naam? Armageddon. Armageddon, snap je? Hij heeft een mechanische arm waar hij al zijn wapens op kan lanceren. Hij heeft een zwaard, een granaat, een hamer. Armageddon. Goed. Explosief en allesomvattend ding. Ja, super goed gevonden. Nu, het volgende wat we moeten doen, is dit naar Blizzard opsturen en hopen en duimen dat dit een van de volgende heroes van Overwatch wordt. Komt goed.